Dames en heren, we onderbreken het cabaret eventjes voor een belangrijke mededeling van de gemeente Maastricht. Hij ziet voor u de wethouders Willems en Aerts. Heren, welkom. Ja, wij zijn alle twee loco nadat we Jan Hoen via een politieke sliding onderuit hebben gehad. Hij is nog een beetje meer loco dan ik. Wij zijn alle twee communicatief goed onderleg. En van al op de hoogte. Ze tot ze ons gevraagd hebben. Deze netelige. Netelige. Hè? Netelige. Deze netelige kwestie bij u te introduceren. En naar voren te brengen. Ja, kijk. Wat zich telt in onze stad is op de eerste plaats de economie. Dat is de motor van onze welvaart. Ja. En nu is het zo dat veel Maastrichtenaren die welvaart in de weg zitten. Ja, jullie strooien te deks zand in de motor, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Pakken we nou eens bijvoorbeeld dat mooie initiatief van die Ironman. Ja, velen van jullie snappen niet dat we daar een halve stad voor moeten afzetten. Ja, en die beginnen dan schijns indirect daarover te klagen. En te kankeren onder bij onze stad veel mooier de nieuws komt internationaal. Ja, ja, en dan weer een flinke smak geld in de laag komt. Waarmee wij weer andere burgers kunnen helpen. Ja, en het geuzelbad kunnen repareren. Ja. En kunnen blijven dromen van een beige tram. Of de lamp van meterleers brandendig kunnen houden. Daarom komen wij binnenkort met een gans nieuw initiatief. Nieuw en innovatief. Om alle Maastrichtenaren bij grote manifestaties te gaan evacueren. Ja. Uiteraard naar Limmel. Ja. Wij kunnen het hand leggen op de oude fabrieksterreinen van de Vinks. Ja. Goed te bereiken vanaf de Noorderbrug. Tegenover de brandweerkazerne. Ook handig voor als het zich brandt, natuurlijk. En wij bouwen daar een multifunctioneel opvangcentrum. Dat je rechtstreeks voor van alles kunt gebruiken. Sober, maar humaan. En om tot het aan de Maas ligt, komen er diverse recreatieactiviteiten. Om je te ontspannen, zo tot de tijd vliegt. Wij stellen ons voor om 24 uur voor de manifestatie het terrein open te stellen. U kunt voor weinig geld uw auto kwijt onder de parkeerkaars. En voor de rest zetten wij bussen in. Ja, dan worden ze gratis recreëren geblazen. Ja, en 24 uur na de manifestatie kunt u zich wel naar huis. En dat geldt dus van de Ironman. En ook als de Tour de France naar Maastricht komt. Ja, want nu Maastricht barst van de goede renners, kan zich dat niet langer uitblijven. En verder denken wij nog na. Onder wij die dat niet aan ons ziet. En ook niet van ons gewend bent. Denken wij nog na over enkele extra maatregelen voor delen van Maastricht. Zoals een evacuatie van het Heugen van Veld tijdens de TFAF. Ja. En als MVV ooit naar de Eredivisie promoveert, een evacuatie om de 14 dagen. Dus waar om de 2 weken. Van het Witte Vrouwenveld. En een ontruiming van alle binnenstadbewoners tijdens de 2 reunie-weekends. Ja, zodat de toerist en de muziekliefhebber naar hartelust kan dansen en schat. Ja, wij hebben heel lang nagedacht over deze voorstellen. We hebben nog nooit zo'n ingrijpende voorstel overwogen. Koppijn heb ik ervan gehad. Ja. Maar het is het beste voor de stad en de schatkist. We hebben nergens advies gevraagd. Om de kosten niet onnodig op te schroeven. En het proces niet op te houden, want dan schiet het zich niet op. De bovenop komt dat wij genoeg know-how in huis hebben. Ja. En voldoende kennis om tot een wijze besluit te komen. Zo heb ik in de rechten gestudeerd. En ik heb bij Rapid gevoetbald. En een hoge post gehad in Zwitserland. Onderwijzen zich daar jaarlijks niet op een berg zat.
onlangs een knappe Zwitserse heb gemerkt. Een merrie. Voor de economie had je beter in Maastrichtse Hings kunnen kopen. Daar loopt er nog genoeg van rond. Waarschijnlijk worden onze plannen meteen aangenomen. Een hamerstuk, zo gezegd. Zodat we al in het voorjaar kunnen beginnen. Wie verbeteringen wil, kijk door de vooruit. En er is één uitzondering. Met de vastelavond wordt de binnenstad van Maastricht gratis opengesteld voor alle Maastrichtenaren. Goedenavond samen.